Zeg, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Mac Vincent van de Visual Games en vandaag gaan we MacPixel doen. En dat doen we eigenlijk met jullie hulp een beetje. Want jullie kijken de video en ik weet niet hoe jullie me gaan helpen, maar ik hoop dat de puzzels gewoon dit keer gewoon een beetje makkelijk worden, net als vorige aflevering. Laten we maar gewoon beginnen, want ik ben heel benieuwd. Okay, people, let's go to work. Yeah! Hier ben ik! Oh, die bril af, want... Zo'n rare bril of zo, ik zie gelijk wat anders. Mensen, dit is mijn poppetje en we gaan, omdat we vorige keer level 3 hadden gedaan, of scène 3, en ik moest eigenlijk beginnen met 1, doen we dus nu 2. We gaan van 3, 2, 1, oké? Okay? Chapter 2, ronde 2, save the day, Mac Vincent. Ik zie een mooie Tarzanboom aan een mooie cliff. Doe me denken aan Up. En ik zie een vogeltje en een lont. En ik denk dat die lont een beetje de smeerboel is. Dus ik gooi met die kip het uit, maar dat lukt niet. Nee, een kip kan geen lont uitmaken. Vincent, onthoud dat nou. Het is zo simpel. Ik zie een simpel huisje. Loading. Oké, er zit duidelijk een spel te spelen. Wat is dit een wapen? Ik schiet de televisie kapot. Nee, lukt niet. Ik geef de man deze rifle. Hij schiet op de televisie. Wat gebeurt er? Het huis ontploft alsnog. Dus er zat geen bom in de televisie. Of juist wel. Giraf en olifantje, wat lief. We zitten in de dierentuin. Ik zie een naald. En ik denk dat die naald aan die oppas moet worden gegeven. Want in die buik van die giraf zit duidelijk de bom. Ik geef zelf een naald. Wat? Ja! De bom zat in de giraf. Ik gokte het, maar ik had gewoon weer gelijk. Mac Vincent slaat toe. Dit is een simpelweg kantoor. Ik zie een prullenbak. En er zit een bom in! Die moet ik aan die meneer geven! Wat? Oh shit, man. Oké, de bom zit in de prullenbak. We moeten die prullenbak bedekken volgende keer. Dan kan die bom niet ontploffen. Gooi die man met zijn hoofd in die prullenbak. Ik zie hier een farmer. En die farmer die heeft een raam en die heeft een deur. En die deur kan open. Daar ligt een dynamiet! Dicht! Te laat. Onthouden waar die zit. Prullenbak en achter de deur. Daar zitten de dynamieten. We zien een treintje. Een heel ouderwetse wildwesttrein. Een beetje een wildwest idee. Nou, natuurlijk moeten we dit vuur blussen met deze brandblusser. Hup, doen. Oké, niks zelf doen. Laat die politieagent. Dat vond ik opknap. Want misschien is het wel een brandweerman, AK-politieagent. Dat weten we niet. Ik moet dat niet doen. Tarzan. Oh ja, dit bosje dat bewoog. Ik ga met dat bosje pakken. En dan pak ik... Wat? Ik geef volgende keer de vogel aan de kikker. En dan gaat de kikker gaat blij zijn en die gaat op die lont springen. Waarschijnlijk zoiets. Het geweer. Wat ga ik doen? Ik schiet hier naar buiten. Lukt niet. Ik ga met het geweer daar naartoe. Ik schiet iets niet. Nee, lukt niet. Ja, ik snap er niks van. Ja, nee, dat moet niet. Het wapen moet gewoon met rust laten. Dan maar geen wapen. Het kantoor. Nou, we hebben het nog maar één gedaan, mensen. Dit gaat niet lekker. Ik had meer verwacht. Maar we weten in ieder geval... Die bom zit... In die prullenbak. Wat? Was dat een wc? Op het kantoor of een printer? Waar je je reet op doet, weet je? Dat doen ze toch altijd? Een printje maken van je kont. Het hutje. Het blokhut van ome Gerard. En ome Gerard, we weten achter deze deur zit de bom. Dus ik ga de televisie pakken. En ik zet die buiten de deur. En op dat ding! Ja? Nee! What the fuck? Oké, die man had dus eigenlijk stiekem een bierbuik. Maar de dynamiet heeft het mooi opgevangen. Want ja, er zat zoveel bier in zijn lichaam. Oké, de brandblusser geven we aan de politieagent. Zoals ik had gezegd. En de politieagent... Hier, pak aan! Pak aan, meneer! Ik kan het niet zelf blussen. Geen brandblusser meer. Ik ga gewoon geen voorwerpen meer oppakken. Ik heb gemerkt, wanneer ik voorwerpen oppak, gaat het slecht. Ik pak de kip. De kip geven aan die met de kikker. De kikker vindt het leuk. En het ontploft alsnog. Ik had zo gehoopt dat die kikker op dat lontje ging zitten. Maar dat doet hij dan weer niet. Vreselijk, Mac Vincent. Kom op, loading screen. Ik ga zo op de knopje drukken. Oké, de plant. De plant gaan we geven aan die meneer. Of die moet misschien in die prullenbak. Wat gaat gebeuren? Gaat die...
een huwelijksaanzoek. Jongens, hier gaat het niet goed hoor. Dan ontploft het alsnog. Ga geen liefde bedrijven wanneer er een bom binnen 20 seconden ontploft. Save the day, McVincent. Wildwesttrein, kom maar op. Ik ga gewoon eens even lekker zelf dat vuur op. Ik zeg niks. De plant. Wat is de bedoeling hiervan? Moet ik die kip soms hier op dat gat gooien? Moet ik hem hier opgooien? Nee, dat lukt toch niet? Moet ik hem hier laten klagen? Nee, dan moet ik hem weer terugzetten. Wat moet ik doen? Moet ik... Ja, ik snap hier geen reet van. Ik moet niks met die kip doen. Ik moet helemaal niks met die kip doen. Alleen met die kikker. Het huisje. Dit zijn echt pittige levels. Ik vind de derde nog moeilijker dan de, makkelijker dan de tweede. Dat klopt niet. De deur. Ik ga de deur open doen. Hallo meneer politie. Moest ik dit doen? Yes. Klopt. Doe altijd de deur open als een politieagent aan je deur staat. Dat is wel even een duidelijke les die de game mag brengen. Ik ga die plant pakken. En die plant doe ik in die prullenbak. Kijk. Ik vervang hem. En hij ontploft niet. McVincent, red de dag. En we hebben er twee. Gaan we de laatste ook doen? Die trein. Die trein was lastig. Die trein was helemaal lastig. Ik ga naar de meneer toe. Ik ga naar de meneer. Ik ga hem schoppen. Hij doet niks. Oké. Die pakken. En overboord gooien. Overboord gooien. Ik ga die man ermee blussen. Alsjeblieft meneer. Blus het vuur. Kom op. Blus het vuur. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het niet. Ik snap hier niks van. Deze is echt pittig. Hebben we geen bonus level. Wel echt jammer dit. Ja, sorry jongens. Ik heb mijn best gedaan, maar ik ging bonus level. Helaas. MacPixel. Deze was ook pittig. Ik denk dat ik iets met die kikker ga doen hoor. Hij bijt in mijn hand! Hij heeft honger, dus hij moet. Ik weet nog iets. Don't worry. Ik snap deze helemaal niet gewoon. Ik vind deze echt heel moeilijk. Ja, ik kan helemaal niks, zeg maar. Er zijn maar drie voorwerpen en ik heb alles geprobeerd wat ik maar kan, maar ik snap het niet. Tarzanboom, kom op. Tarzanboom weet ik nu. Gewoon naar de lont toe lopen. En geven aan. Wat? Oh my god, je pakt de lont op. Natuurlijk, Vincent. Moet je hier... Hier zit een luik. Oh, hij pist in een luik. En het vuur gaat uit. Was dit het? Was dat kleine zie... Oké, het is goed gekomen. Ik heb de dag gered, zoals gewoonlijk. En we gaan over naar... Einde van de video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.